The Ombach Fellowship was a program, an idea that started in 2013. Now we've given it more of a definite form. On the one hand, we've narrowed down the number of people who are fellows, and it's a two-year program, so you audition and we select, and they stay with us for 2 years as a young Bach fellow. And the most important thing about the program is that you learn by doing, and that is literally, I think, the only way one becomes a performing musician. I played with the Bach Philharmonic already 3 years ago. I always say that I learned more in those 2 weeks than in many years of school. Nou ja, de Bachvereniging is natuurlijk een van de bekendste en een van de meest gerenommeerde barok-ensembles ter wereld. En daar zit gewoon heel veel ervaring die ze over kunnen dragen naar jonge muzici. En dat is natuurlijk fantastisch om van dat soort mensen te leren. Fellowship bestaat uit meedoen met een aantal projecten. 4 of 5 projecten gedurende 2 concertseizoenen. Daarnaast krijg je een mentor toegewezen. Je kunt een mentor kiezen op het gebied van, nou ja, als zanger zijnde dat je een zanger kiest. Maar ik weet ook van collega's van mij dat ze juist iemand hebben gekozen van het kantoor van de Bachvereniging. Om wat meer ervaring op te doen met promotie of achterliggende zaken die bij muziek komt kijken. Ik wilde graag Marloes als mijn mentor hebben, omdat zij muziekwetenschapper is en ik dat altijd heel spannend vond. En daar heel graag meer over wil weten, hoe ik zelf een beetje research kan doen. De background eigenlijk van wat wij doen, hoe dat eruit ziet, want dat is zo belangrijk. I'm sitting next to Peter and yeah, I can see that he's quicker and he has also a nice way to speak with the section and to explain us the things that he wants. This is part of the experience, also part of his personality. Leo is fantastic. And yesterday we talked about the figures of music, and he has a lot of possibilities, and he inspired me a lot. This group is very international, so it is also nice experience to communicate each other and to create new music together. It's very much a two-way street. We need them, and hopefully they need us as well. We give experience, we give knowledge, we give attention, we give basically everything that the Bachvereniging possibly can offer. It's a very good bridge between the students' life and professional. It's a luck and a pleasure to share with all them.